Een buurtwoning wat als huis van de wijk moet fungeren, maar nog belangrijker, een samenwerking tussen woningcorporaties en de gemeente. En dat is volgens de buurt hard nodig. De samenwerking tussen Antares en Woonwenz die was er niet tot op heden. Want die werden feestjes georganiseerd voor de jeugd. En die huizen wat aan de overkant staan, dat zijn woningen van Antares. De kinderen mochten niet meedoen. Want het ging nu alleen maar om Woonwenz. Dat kan niet, hè. Het wordt tijd dat er iets aan gaat gebeuren. En dat gaan we nu doen. En dat gaan we doen samen met de bewoners, een hoop instanties, uiteraard ook met Antares. We gaan proberen deze wijk weer een beetje leefbaarder te maken. Een speerpunt zullen huiskamergesprekken zijn, waarbij de organisaties horen van buurtbewoners wat er echt nodig is in de wijk. Ja, prima. De gemeenteraad, ik zelf ook, heb al vaker gezegd, we moeten in Blerick echt een stap gaan maken. Ik heb zelf jaren in Blerick gewoond en ik zag gewoon dat je hier iets moet gaan doen. Want? Ja, zichtbaar, het zijn wat oudere wijken en dan moet je nieuwe initiatieven nemen. Je moet voor vernieuwing zorgen. Vernieuwing en de samenhang met elkaar. Zorgen dat de jeugd met elkaar dingen gaat doen. We hebben ook een aantal jongere ondersteuners actief die de jeugd probeert te motiveren om in muziek, in dans en allerhande vormen van dat ze zich bezig kunnen houden. Niet alleen in de Vastenavondkamp zal het project starten, ook in de Klingerberg en de Molenbossen zal het project van start gaan. Waarbij ook de buurtbewoners actief moeten deelnemen. Want ja, je kunt natuurlijk wel zelf van alles verzinnen, maar uiteindelijk moeten de mensen het ook doen. Willen ze dat? Een gedeelte wel, denk ik, maar je moet het ook op een bepaalde manier brengen. Dat je ze enthousiast maakt, dat ze meewerken en dat je gewoon iets leuks gaat creëren. Dat de mensen iets ook voor de omgeving kunnen betekenen. Dus, ja. Naast de leefbaarheid wordt door Antares momenteel de Molenbossen grootschalig gerenoveerd. En gaat Woonwenz in Vastenavondkamp het wooncomplex aan de Meidoornstraat opknappen. Vanaf dinsdag starten de eerste keukentafelgesprekken. En dan maar direct eens kijken of het wensenlijstje van de buurtbewoners meteen meegenomen kunnen worden. Ja, goed sowieso. Het hang- en sluitwerk dat gaat nergens over hier. Toch, die is winters dat het, je waait er bijna voor en de nacht eruit. Zo tocht het. En ja goed, het gaat natuurlijk straks ook, die renovatie is heel belangrijk, ja absoluut. Ja.